Goedemorgen, het is vandaag 29 december en dat is een woensdag. Ja, en welkom bij de allereerste vlog in Funchal, Madeira. Wij zijn al gezetteld, mocht je het gemist hebben. Ik ben in Portugal samen met mijn vriend. Hier komt mijn vriend vandaan, dus we zijn bij zijn familie. We hebben een fantastische Airbnb. Die ik natuurlijk allereerst eventjes aan jullie ga laten zien. Ik had een paar foto's laten zien toen we het boekten, maar het is echt in het echt veel groter. We hebben het wel al een heel klein beetje, nou, huiselijk gemaakt zou ik het willen noemen. Dus er liggen hier en daar al wat spullen. We hebben al kleine boodschapjes gedaan, maar ja, we voelen ons er heel thuis. Dit is de ingang. Hier ligt de koffer. Voor mij, ik gooi mijn vieze was erin. Godriek leeft er gewoon uit. Zijn moeder heeft al wel ook gewassen, dus dat is super fijn. Daardoor heeft hij wat extra. Ik heb wel mijn spullen lekker in de kast gehangen. Ik vind het altijd wel lekker. Nou ja, oké, dit is een beetje rommelig, maar ik weet precies. Dit zijn broeken, hemdjes, ondergoed, onderhemdjes / BH dingen. Lange shirtjes. Dat zwarte, oh, is mijn slaapshirt en een bikini. Nou, en hier dan wat hangdingetjes. Maar super lekker grote kast. Hier staat de tv. En dan hebben we woonkamergedeelte en de bank. Ik probeer even zo ver mogelijk achteruit te lopen, dat je even het hele stukje ziet, zeg maar. En als je dan omdraait, heb je hier het bed. Nou, daar komen we net uitrollen, dus dat is een beetje een rommeltje. En ja, ik slaap liever op dit kussen, want die andere is heel hard. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling, denk ik. Dan hebben we mijn slippers. Die was ik vergeten, dus die heb ik hier gekocht. Ik weet niet waarom, daar heb ik gewoon helemaal niet aan gedacht. En dan aan deze kant heb je nog een keukentje. En we hebben al wel lekker fruit gekocht. Chips behoort onder, ja, aardappel, weet je. Aardappel, hè, is ook groente, maar ook in de fruitmand. En dus crunchies ook. We hebben lekker pizza gegeten. Even kijken, en de koelkast is al best wel leeg, maar die werkt als een tiet. Ik ga dit ook even een yoghurtje nemen om de dag te beginnen. Godriek die staat onder de douche, maar dat hoorde je misschien. Oh, water. Ik vind het water hier niet zo lekker, dus we hebben wel ander water gekocht. Maar ja, Godriek is het gewend. Maar er zit best wel veel chloorsmaak aan, dus ja, ik doe het liever niet. Ik ben weer naar achteren aan het lopen, zodat jullie de hele ruimte kunnen zien. Het is echt een mega grote ruimte. Dus het is super chill. Er zit geen balkonnetje of iets bij. Maar dat is op zich natuurlijk ook niet nodig, want je bent gewoon de hele dag lekker buiten. We zijn hier echt alleen om te slapen. Ik moet zeggen, het enige wat echt vervelend is, vinden we ook allebei. We zitten midden in het centrum. We hebben geen last van geluid. Je hebt wel alles dichtbij. Maar er is echt geen parkeerruimte. Dus iedere dag zoeken we wel weer naar iets dichtbij. En ook iedere dag kunnen we dat weer niet vinden. Dus moeten we echt nog een kwartier lopen. En dan ook nog bergop. Want alles is hier heuvel en berg. Dus dat is wel iets om even rekening mee te houden. Maar ja, we hebben het geaccepteerd en we doen het ook gewoon. Weet je, uiteindelijk is het een heerlijk huisje. En ja, dan neem je dat lopen ook wel op de koop toe. Is eigenlijk ook wel beter misschien. Aangezien je ook gewoon lekker natuurlijk veel eet. Wij eten hier 2 keer warm per dag. Moet ik wel een beetje aan wennen, want ik merk dus dat ik dan, als ik de eerste keer al warm heb gegeten rond een uurtje of 2 's middags, ja, dan heb ik niet om 8 uur weer zin weer om warm te eten. Maar je zult zien dat ik er gedurende de week wel aan wen. Hallo! Hallo! Hoe gaat het? Goed met jou. Ook goed. Goed. Ben je blij om je familie weer te zien? Zeker wel. Zeker wel. Wat ga je vandaag doen? Walkie walk. Walkie walk. Ik zal nog heel even snel de badkamer laten zien. Die is namelijk ook mega groot. Had makkelijk een bad in gekund, hebben ze niet gedaan. Mega toiletje. En hier een blokje. En heb je hier een douche. En geld op de grond, hoor ik. Ja. En dan, we gaan nu. We hebben een. Oh. Ik ben niet. Hallo? Ja. Batterij klein. Nee, batterij is niet dood. Hij was niet scherp. Klein beetje haast. Want het is dus betaald parkeren, maar het kost hier geen rol. Het is 60 cent per uur. Alleen onze meter loopt af om 11:15. Want niet meer kleingeld. En het is momenteel, denk ik, 11:15. Het is 11:06. Dus we moeten even
doorstappen. Maar we gaan vandaag hiken, want het is best wel bewolkt. Zeg maar een mindere dag. Het is wel gewoon warm. Wel gewoon 20 graden, maar dan bewolkt. Ga even nadenken hoor. Ja. Ready? Ja. Kijken of ik alle sleutels heb. Sjaven. Sleutels van thuis. Mooi, ja. Sleutels van thuis. Oh, oké. Oh, hier, huissleutel. Ja, dan hebben ze. Dus dat leek ons een goede dag om dan de bergen in te gaan, toch? Gonna go into the mountains? Ja, maar ik weet het eigenlijk niet. Ik laat me heel netjes gewoon het hele eiland weer mee rondnemen met mijn persoonlijke gids. Weet ik, kun je het niet hebben, toch? Ik loop hier door de straten van Funchal. Switch the camera, see where the hill is. Ja. Dit is normaal. Ja, dit is echt normaal. Je loopt constant, zeg maar, ik loop hier al omhoog. Maar daar gaat hij dan nog een stukje. En dat doen we dan 15 minuten lang. Dat is echt niet lekker. Maar alles went. Ook met de auto. We hebben de auto van zijn vader kunnen lenen. Die heeft er twee. Eentje van zijn werk en eentje zelf. Dus we hebben een heel oud Micraatje uit 98, toch? 97. Maar hij rijdt en het werkt top. De windows don't work. De ramen werken niet. Er is geen airco, maar deze jas is veel te warm. Ik weet niet waarom we hem aan hebben getrokken. Het is de skirtata leven. Ja, nou ja, een gratis auto. Of €300 om een auto te huren. Nou, dat weet je het wel. Ik snap echt niet dat ik deze jas heb aangetrokken. Koud heet. Je ziet het niet, omdat de zon niet schijnt. Maar ik kan even op mijn telefoon laten zien. Gisteren waren hier allemaal katjes. Kitties. Look at the fish. Oh, they're back. Oh, niet bang zijn. Kom maar. Hey. Nou, bang voor mij. Jammer. Even kijken. 19 graden. Oh nee, hij verandert naar 20. Dus het is echt niet koud, maar gewoon bewolkt. Kijk even wat voor kleine straatjes ik mezelf doorheen moet werken. Ja, levensgevaarlijk hier. Het is gewoon normaal. Het is gewoon normaal. Ik dacht van ver weg dat het boten waren. Ik hoop trouwens dat je me hoort. Maar het zijn dus geen boten. Het zijn netten waarin ze dus vissen kweken. Is het like tilapia filet? Oh, hij weet het niet. Maar volgens mijn moeder is daar geen goede vis. Dus zo. Ga je lekker? Ga je lekker? We zijn er nog steeds niet hoor. Want we... Wacht. Kijk, daar lopen allemaal mensjes. Ik moet hier berg nog op.
Maar we gaan ervoor. We zijn hier naar beneden gelopen en dan heb je een plekje om te zwemmen en om te kajakken. Nee, ik ga niet zwemmen. Nu niet. Ik kan niet zwemmen. Ik kan niet zwemmen, nee. Goed. Ga jij dan? Wat? I take you with me, hè? Nee. We hebben heel even een pauze ingelast voordat we de bergtop gaan beklimmen. Met Goedrik's favoriete drankje ever. Brisa. En dit is de passievrucht. Je hebt ook nog appel en sinaasappel. Maar dit kun je dus niet in Nederland krijgen, want dit wordt hier gemaakt. En hij mist dat altijd heel erg. En ondertussen kijken we ook even naar onze favoriete Portugees. Want ja, dat kunnen we natuurlijk ook niet missen. We moeten een beetje in de gaten houden of hij wel een beetje zijn best doet. We did it! Kijk die zeemeeuw daar even genieten. Alsof dit hele rotsblok van hem is. En nu kun je dus bijna het hele eiland zien. Ik heb geen idee of jullie me horen, want het waait zo hard. Daar zijn de andere eilanden. Ik weet eigenlijk niet welke. Gedaan. Op schaal van 1 tot 10. Qua moeite. Qua waarde een 10. Het is het wel echt waard, maar ik vond het wel heavy. Dit was geen 2 uur. Hoe lang duurde het ook? Wanneer begonnen we te lopen? Heb ik daar foto's van of zo? Kijken. Ik weet niet precies. Thanks. Oh, de water is ook lekker. De eerste foto die ik maakte was 12 uur 11. Toen hadden we het eerste deel er al op zitten. Het is nu 3:30. Dus zeg, we hebben er ongeveer 4 uur over gedaan. 2 uur heen, 2 uur terug. Ongeveer. Maar mijn tenen doen wel heel erg zeer. Ik had deze schoenen natuurlijk niet perfect ingelopen. Hierna denk ik wel. Even kijken hoeveel stappen we zetten. 16.862. That's it. 118 verdiepingen. Oh ja. Constant omhoog en omlaag ook, hè? Dat is het heftige. 12,1. 118 verdiepingen. Okay. Mandarijntje. Waar is de rest van mijn mandarijntje? Taxes. Oh. Wij zijn ondertussen bij het strand aangekomen om hier eventjes te relaxen. Het is niet echt zwemweer. Ja, deze gaat het gewoon doen, maar I will. Ik niet. Het is wel echt helemaal opgeklaard. Je kan ook zien, er is helemaal geen wolk meer. Maar het waait nog steeds best wel fix. Dus ja, ik vind toch om erin te gaan, nee. Maar ik heb toch wel... Mijn bikini aangetrokken. Deze heb ik hier gekocht. Want die zag ik en die vond ik zo leuk. En ik dacht, ik vind het echt een leuk idee dat ik een bikini hier vandaan heb. Weet je wel, dat iedere keer als ik hem aan heb, dat ik denk, oh, dit is mijn bikini. Ik hoop wel dat er nog een dag komt dat ik hem aan, dat ik hem echt kan gebruiken, zeg maar. Verwaaid en wel terug in ons pittoresk hotelletje, wilde ik zeggen. Maar dat is het niet. Mijn haar. Appartementje. Daar heb ik even Red Bull voor mezelf ingeschonken met ijs. You think I should still post the video today or not? You didn't post? No. No, now you shouldn't. Mm. Ik kwam erachter dat ik de video voor vandaag verkeerd had ingepland, dus dat is niet goed gekomen. Dus als ik hem nu online zet, dan is het in Nederland 7 uur 's avonds. Het is op zich niet zo erg, want ik had toevallig... Ik heb allemaal chips in mijn bikini. Ik had toevallig dus gezegd, ik weet niet of er woensdag video's komen. Maar ik was dus nu van plan om ze gewoon wel vlogs te plaatsen dan in plaats van extra video's. Maar dat is toevallig niet gelukt. Hebben jullie liever om 7 uur 's avonds alsnog een video? Hij zegt van niet. Moet ik naar hem luisteren? Och, ik heb suk. Glitterig haar door. Oh, kijk nou, het is echt één pak ellende door die wind. Misschien moet ik het gewoon op een knot steken. Oh, en dan vanavond wassen. Maar eigenlijk wilde ik het nog niet wassen. Nou, in ieder geval, ik ga nu wel zorgen dat de video voor morgen klaar staat en helemaal perfect is. Het is wel balen. Balen dat die er niet is. Het spijt me. Ik ga zorgen dat het niet meer gebeurt deze vakantie, want dat kan eigenlijk niet, hè? Ik ben er ondertussen gedoucht en ik heb een ander outfitje aan.
simpel, maar ik ga wel mijn laarzen aantrekken, want het is niet over mijn broek hoor, maar dan gewoon mijn broek over mijn laarzen. Want mijn voetjes doen gewoon wel een beetje zeer. Wij gaan vanavond uit eten bij het restaurant. Hoe heet het? Het Degedoek Mar. Perfect. Kijk, die bent voor mij. En het is nieuw. En zijn vader was er al geweest. En die zei dat het fantastisch was. Dus dat gaan we even checken. Goed, ik wil heel graag octopus. Octopus en inktvis, is dat hetzelfde? Ja. Die hebben ze daar. Ik ga toch mijn ringen nog even omdoen. Dit shirtje is volgens mij echt gekromp in de was. Want dat was volgens mij... Ik heb wel een hemdje, maar dat komt er dan de hele tijd onder vandaan. Dat was volgens mij geen crop top toen ik hem kocht. Het is wel een klein stukje rijden. Maar we staan dit keer in de parkeergarage. En die is dichterbij. Alleen die gaat dus om 9 uur 's avonds dicht. Dus als we terugkomen van het eten kunnen we waarschijnlijk niet meer in. En dan moeten we weer verlopen. En je kan dus ook na 9 uur 's avonds dan niet meer bij de auto. Mocht je dan nog weg willen. Dus dat is het einde van die parkeergarage. Tas. Kijk, schattige lichtjes. Er zijn er nog veel meer. En ik beloof plechtig dat ik die nog ga laten zien. Want als ze ergens van kerst houden, dan is het hier. Maar het mooie ook is dat wij een soort van klein beetje de lockdown ontwijken. Want hier is alles gewoon open. Het is wel mondkapjes overal. Maar alle restaurants zijn open. Alle winkels zijn open. Dus het is super relaxed. Het is echt een feestje. Hebben jullie ooit zo'n verwarrende prijslijst gezien? Kijk. Het is 15 minuten 40 cent. Een uur 10 cent. Even zwaaien naar het restaurant. Ze zitten vol. I swear I was gonna call and I was like, nah, it's a Wednesday. Fuck it. Fuck me, man. Ja, we hebben gewet en we hebben verloren. Nou, iets anders dan. Misschien, yeah. Kom, we gaan weer naar de auto. Ah, je cold, hè? Ja, ja. We zijn nu bij het tweede restaurant. Niet alleen komt er nu nog vrachtauto's aan, maar er staan ook zoveel auto's. Het gaat volgens mij helemaal weer niet goed komen. Ik denk echt dat hij niet inschat hoeveel mensen vrij zijn tussen kerst en oud en nieuw. Toevallig moeten zijn familieleden allemaal werken. Maar ik denk dat net als in Nederland best wel veel ook vrij zijn. Maar dit restaurant waren we twee jaar geleden ook. En dat is zeg maar, dat was altijd het meest fancy restaurant. Totdat dus dat nieuwe kwam. Maar ja, en fancy is dus voor Nederlandse standaarden nog steeds super goedkoop. Dan heb je echt een mega steak voor 15 euro, weet je wel. Maar dat is voor hier dus echt wel duur. Eigenlijk is alles qua eten en voedsel zwaren goedkoop totdat je echt naar merken gaat kijken. Bijvoorbeeld ik zag Kellogg's, hoe heet dat? Cornflakes, daar betaal je dan echt 4 euro voor. Red Bull is duur. Ja, dat zijn allemaal luxe producten. Verder is brood kost geen reet. Alleen ja, je moet het dus houden bij dat soort dingen. Maar de huur is wel heel duur hier. Huizen kopen dan weer niet zo. Het is heel gek. Er zit een beetje een gekke mix intussen goedkoop en duur. Portugezen doen trouwens niet echt aan romantiek. Het licht is hier altijd in ieder restaurant zo fel. Het is hier ook super druk, maar we zijn weer bij Godric's favoriete pizzeria terechtgekomen. En ik moet eerlijk zeggen, dit is wel echt een van de beste pizza's die ik ooit op heb. Het was al 3 dagen geleden, dus ik mag niet klagen. Ik heb er wel weer zin in. Ik ga deze nemen, denk ik. Maar ja, we hebben nog heel wat restaurants gebeld, maar het was allemaal vol. En hier was er echt nog net een plekje. Dus we zijn blij dat we zitten. Dit is dus ook heel Portugees, dat krijg je overal bij. Hoe heet dit bandje? Tremont. En die hebben zeg maar een daagje en dan pop je zeg maar het bandje eruit. En die krijg je ook wel gratis bij, maar het is wel echt lekker. Look at this fat pizza. Ik heb wel weer olijven, maar... Wat is dat? Kaas. Nog meer kaas. Denk je dat het niet genoeg is, vriend? Oh. En om in stijl te blijven hebben we
Nou, nee. Ik denk dat er al wel genoeg kaas op zit, eerlijk gezegd. Zijn dit olijven of zijn dit... Oh nee, het is champignon. This is a fucking thing. Oh, niet normaal. Sophie wanted to show the light, but you are the light of my life. But I'm gonna fuck up the camera so you can't post it. So, you can't... You can't post it. It's beginning to look a lot like Christmas. Anywhere you go. Wij zijn weer terug in ons appartementje. Ik heb de laptop klaargezet, want ik moet even checken of alles goed online kwam. Want ik had beloofd dat de rest van de vakantie niet meer mis zou gaan. En dan ga ik lekker slapen. Ik zit proppenpropvol. Niet normaal. Ik heb half pizza mee naar huis genomen, maar ik zou niet weten wanneer ik die opgeeten. Het is wel een verschil met in Nederland hoor, hoe ze deze pizza's beleggen. Het is echt... Mannen kun je gewoon één vierde eten en dan is het een avond. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je weer bij de volgende video.